Ja, ja, Jus Visser weer en welkom bij de Road to Zero. Ja, ik ben hier natuurlijk met Remco en we hebben het een beetje Duits gehouden, toch Remco? Duitsland, nou Duitsland rondjes, ook een beetje, gaat ook een beetje ver, maar wel Duitsstalig allebei. Ja. Ja, dat bedoel ik. Een beetje Duits, hè. In ieder geval makkelijk als ze gaan schelden op elkaar. Is het dan makkelijk, nu je het veld? Ja, dan horen ze het, dan verstaan ze het ook en dan begrijpen ze het ook. Dat is wel een voordeel. Dat is wel een voordeel. Dus die Salzburg en die FC Bayern. Hoe zeg je het? Zeg ik het goed zo? Is dat FC Bayern? Ja, ik zou het spreken, ja. Of is het FC Bayern. Ja, of is het Bayern München. Heet het nou vroeger ook Bayern München en dat het nu gewoon FC Bayern is? Ja, voor mij is het gewoon steeds Bayern München. Goeie vraag. Leuke vraag. Lijkt me, maar het staat toch ook in het logo nog gewoon? Ja, maar er staat boven FC Bayern. Ja, maar ze zijn gewoon lekker lui bij IE. Ze zijn gewoon FC Bayern, met iedereen al wat over gehad. Oké. Nou ja, we gaan zien. 5 sterren tegen 3 sterren. Ja, dat is dan wel weer wat lastiger voor Remco. Je ziet vooral in... Ja, je ziet het, wou ik zeggen, vooral in aanval, maar dat is ook niet waar. Want je ziet het in alles, zie je het, zeg maar. Dus ken je een beetje Salzburg? Nou, ik weet dat Ajax daar pas nog een keer tegen heeft gespeeld. En toen ging niet heel goed, dat weet ik nog wel. De verloor voor mij 2 keer, dik. Oké, nou ja, en de Bayern, ja, dat kennen we natuurlijk wel. Dus we gaan het gewoon zien, jongens. We gaan een like te geven op deze video. En dan gaan wij over naar de wedstrijd. Remco had het even moeilijk, want Remco schrok van de getalletjes. Hé, 69, 70. Ik had zelfs een 64 middenveld. Ik dacht, ja, dat gaat niet. Ik heb ook nog even 65 op de bank zitten, dan doe ik die wel erin. Ja. En hier zien we de beginopstelling. Nou, scheidsrechter heeft er ook zin in, zo te merken. Wat? Laat weinig toe. Wat deed ik dan? Ja, liep tegen me aan. Oh ja. Ja. Tuurlijk, want jij loopt dan niet tegen mij aan ook. Nee, ja, ik ben de aanval. Ik vind het wel goed dat de aanval een keer voordeel krijgt. Oh, daar gaat die Jabbo. Zo. Al buitenspel, scheids. Nee, buitenspel. Ik zie wel dat je één speler bent vergeten erin te zetten. Wie dan? Dat scheelt ook nog wel een hoop. Wat dan? Ik zie je keeper staan. Oh! Wie is de keeper van het dingetje? Dat is, hoe heet die gozer ook weer? Neuer. Neuer! En ik denk nu dat jij, voor mij heb je Oerij gestaan, zag ik net. Ja. Nou, dat is ook wel een rating van 10 verschil, denk ik. Hoi! Oh, wow, maar hij pakt hem wel. Dat is voor mij goed genoeg. Even. Hij schiet. Elastieke benen. De elastieke arm, die plukt hij gewoon de kruising uit, anders. Nou, we gaan nu echt beginnen. De tegenstander stoort vroeg. Ik hoop dat ze gewoon lek. Kort. Vroeg druk, kort druk zegt hij. What the fuck, vis? Oh! Handen. Weet ik veel! Ja, dat weet ik toch ook niet? Hij mocht gewoon zijn hoekschop pakken. Ja, nu moet ik oppassen voor de snelheid. Oh, hij draait helemaal de verkeerde kant op. Nee! Wat? Die had je niet verwacht, hè? Achievement! Achievement? Ga laag! Huh? Achievement, score een doelpunt met een laag schot. Oh, oké. Dat geeft er bijna een jaar uit, maar... Oké. Ongelooflijk. Ayan Robba. Oh, waarom ben ik het verkeerde mannetje? Ook! Nee! Oh, mijn hemel! Jabbo. Oh, nee! Okay. Wat een lul! Oh! Michimoto, hoe die ook heet. Doe gewoon je pannetje. Oh, Koreaan kan ook, hè? Nee, dat kan ook nog, ja. Maar ik weet het niet even. Wat een sukkel ben ik. Ik trap al nog helemaal in. Minamo? Ik ken het niet. Jij? Minamo? Nee, ik ook niet. Nou, net of ik Salzburg helemaal volg, ik al de namen ken. Ja, weet Robben dat. En Robben wel. Robben, ja. Oh, dat was helemaal niet voor hem bedoeld. Hé! Hey. Nee! Pak hem dan gewoon af. Robben! Ouwe lul! Prima, een opgelegde kans. Oh! Het scheelde niet veel. Weet niet wie het is. Dit is een hele aparte naam, joh.
Nou, Robben. Wat is dat nou weer? Ik ga geen risico nemen. Nee, heb je dat, is het voornemen van 2000... Oh. Nou, oké, okay, nou gelukkig. Ja, maar altijd als ik dat zeg, dan krijg ik alsnog een kans tegen. Dus ik kan beter wel gewoon risico nemen. Oh nee, zeg maar aan. Nou, wat een... Oh! Nou, het is zo'n kut doorklik balletje gewoon, echt waar. Wow! Nee! Oh, ja, wow, tegen het spelen van jou aan toch, hoop ik. Ja, ja. Dankjewel. Waarom ben ik zo fucking slecht in de corners? Hoppakee! Dat is niet verdedigend. Het is weer de Japaner of waar hij vandaan komt. Ja, een beetje gelukt door afval in de corner. Kutbal. Ook nog hands anders hoor, voor mij. Minamino. Weer uitgeschakeld door een Japaner of zo. Oh! Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Dat is echt een hele lekkere bal, Vis! Heel lekker! Bent hij niet aangeraakt? Nee, gewoon echt een kutbal gewoon. Ja, goed was hij van niet. Maar het was, oh nee, het is de verkeerde been natuurlijk, hij is link. Dan mag dit ook. Nee! 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 Ja, tuurlijk! Ja, dat is een plaksel aan, want ik kon hem niet afpakken. Nou! Wat je kunnen hebben, denk ik. Ja, weet ik niet. Robert Lewandowski. Prachtig doelpunt, de gelijkmaker. Wat een spannende wedstrijd. Ja, die kan vanuit elke hoek kan hij bijna wel scoren. Ribéry uitgelopen, kom op dan zeg. Ja, die wordt ook oud. Ik denk dat hij nog 18 is of zo. Nou, Vis! Robben, ouwe lul! Keeper is ook gewisseld. Drie man gewisseld. Ik ben er klaar voor, Evert. Oh, dat doe ik ook mensen gaan blesseren. Oh! Huh? Oh, ik dacht dat hij erin ging. Ik zag hem weer de kruising ingaan. Huh? Wordt aangeraakt. De corner wordt diep getrapt. Paniek in de 16. Voor de verdediging de grootste moeite. Nou, ik word helemaal... Ja. Weer zo'n goal! Nou, ik word echt helemaal gek van. Echt, ah, kom op nou, Flamingo boy. Ah, weer een afvallende bal. En weer Minnesota. Nou, mooi opgepakt. Dan gaat hij nooit, je nu kansloos. Daar is hij opeens. Oh, Minamono heet hij. Kom op, vang alsjeblieft. Nou. Okay. Zo, tijd. Ah, scheids, kom op nou. Ja, 5 meter gebied. Ja, wat heb ik hier aan? Helemaal niks. Robben! Robben, trage lul! Ze zijn de bal alweer kwijt, omschakeling. Zo. Ah, nee. Nee! Hij loopt Robben helemaal mee. Ze is er niet dicht. Oh, hey, druk de verkeerde knop in! Ah, kom op. Nee! Oh! Oh! Ik deed hem al geplaatst. Ik gooi hem, hè. Ik gooi hem gewoon. Kijk. What the fuck. Ja, te ver met mijn rug naar achter. Maar ik schoot nog geplaatst. Ik dacht van, dan hangt hij sowieso wel. Nee! Humos! Nou! Lekker. Goeie wissel, hè, de keeper. Die zijn we onzeker van. Een nooitje hoor, dat is allemaal nooitjes. Nee! Oh, zo! Nou, dat kan nooit! Nooit kan dat, hè! Niemand kan dat in het echt, hè! Niemand, hè! Ook niet Ronaldo, ook niet Messi, gewoon niemand! Ja, kut, die kan ik niet bijhouden, die Alaba. Nee! Jabo, nee! Klote Jabo. Beslissing van de scheidsrechter. Dit moet een goal worden. Nee! Hey. Waarom is Ribéry op mijn bal? Ik krijg gele kaart. Ik ging... Ik ging partij tackelen, jongen. Nee, ik zag het. Zo! Geel ook gewoon maar, hè. Kansrijk uit. Oh, ik wil een fake shot doen. Ik vrees dat het sprookje uit is. Ja, dit gaan ze niet meer goed maken.
Wat is dit nou voor gezeik? Ja, Ribéry is wel goed, moet ik zeggen. Deze buitenspel. Echt wat heel dom. Dit is echt heel kansloos dom. Nou, kom op, nou loopt ineens. Oh! Nee! Nee, wat een bullshit! Hij nam die bal niet aan. Dit denk ik heel slim, hè? Dit. Ja, wel. Maar actie was ook heel slim. Mijn verdediger nam die bal niet aan. Die liet hem gewoon lopen. Wat is er nou met... Nou! Echt waar! Ik word gek ervan! Hoe kan het midden zo'n lol ding zijn? Dat is echt niet de bedoeling! Ik ben één keer dwars door het midden word ik er weer uitgelopen. Ik word er helemaal gek van, echt waar. Wat een tyfus game is het, echt waar. Ja, maar het is echt... In deze FIFA kan je gewoon niet normaal lopen of zo. Echt, het staat helemaal nergens op. Het is zo irritant door het midden heen. Nee, scheids! Kut scheids, geen panel. We krijgen er 3 minuten. Het slaat ook helemaal nergens op. Iedereen was al voor, zeg maar, snap je? Het slaat helemaal nergens op. Nee, hij loopt ervoor weer! Oh, wat een geluk dat hij hem aanschiet. Ik kon niet verdedigen omdat die andere ervoor liep. Oh, nooit eens mee, dat is meestal een slecht teken. Hier zien we nog eens die Thomas Müller. Die verdediger denk ik ook, ik kop hem er niet in, want eigenlijk... Godverdomme, dat ik dit nog verlies. Wat een onzin zeg. Ah, dit is echt kut hoor, dit dan. Piramino, man of the match. Ja. 4-3, slaat echt helemaal nergens op. Ik kwam er ook de hele tijd niet meer uit en zo. Alsof gewoon de game wil niet gewoon dat ik... Nee. Dat ik gewoon winnen. Ik denk van, ik ben in een laag team, dan krijg ik voordeel. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar nu wordt het meteen 5 tegen 10 tegen 2, dan moet er wel iets in zitten. God kaleren zeg, nou ja. Oké, jongens, 4-3. Onmogelijke opdracht weer aan het worden, langzamerhand. Nou ja, vergeet geen like te geven op deze video. En dislike Remco's Twitter of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer, bye bye. Later.